Hey, we hadden het trouwens net over Jade. Hoeveel kost jij per dag? Ik wil ook namelijk views. Wow, gast. Lang zal die leven. Ja. Hoe leuk zou het zijn als ik nou gewoon een keer blond? Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is het dinsdag. En vandaag is de dag dat het zo hartstikke warm ging worden. Het ging op sommige plekken volgens mij 40 graden worden vandaag. Maar je voelt het ook al gewoon, zeg maar... Je voelt een windje, maar die wind is echt heel erg warm. Ik ga vandaag iets hartstikke leuks doen. Namelijk, ik ga richting Gio en we gaan een slip en slide maken. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Ik heb geen idee hoe we dat gaan doen of waar we het gaan doen. Maar dat zien we zo allemaal wel. Maar zoals jullie weten, komt Hey Meisje de 29e uit. En wil je hem nou als eerste horen, ga dan eventjes naar de beschrijving. Druk op de link en pre-save Hey Meisje. Want als je het pre-save, dan ben jij de eerste die het gaat horen straks. Dus ja, ik zou het doen als ik jullie was. Ik zou het doen. Ik ga mijn laptop dichtklappen en dan gaan we richting Gio. Want bij Gio moet ik nog gaan editen. Want ja, vandaag moet er ook een video online komen. En ik heb nog niet geëdit, dus let's go. Jongens, moet je eens kijken wat mijn auto aangeeft. 33,5 graad. Holy shit. Volgens mij is het echt tijden niet meer zo warm geweest. Überhaupt is het volgens mij best wel speciaal als het in Nederland boven de 30 graden is. En dan nu ook al gelijk 33 graden. Man, het is bizar. Het is bizar. Wij zijn bijna bij Gio. En dan ga ik eventjes snel editen. En daarna gaan wij zeilen kopen en zeep en moeten we... Heeft hij een tuin? Ja, vast wel. Een tuinslang. Maar we gaan natuurlijk die buikschuifbaan maken. De slip and slide. In het Amerikaans, Engels, leuks. Ik heb er wel zin in. Dat is altijd heel erg leuk. Ik heb een keer met Boas ook. Met Boas, Lars en Timo. Zo hebben we een keer een hele grote slip and slide gemaakt van een heuvel af. Alleen daar konden we geen zeep gebruiken. Want het was een natuurgebied. Dus je kan niet zomaar zeep in het water gooien. Want dat is niet, ja, dat is niet goed voor de natuur. Wat logisch is, moet je ook niet doen. Ik ben benieuwd hoe we het nu gaan doen. Dus we zien het zo wel. Ik ga eerst lekker editen en dan gaan we beginnen. Ik kom nu net binnen bij Gio. Alleen, zij zijn naar de dierenarts met Sniff. Want die heeft iets gegeten. En ik moet kijken of het goed gaat met de andere poesjes. Want ze hebben een bloem gegeten, een lelie. En dat blijkt dus heel erg dodelijk te zijn. Ja, het kan dodelijk zijn. Dus ik moest even checken of het goed gaat. Gaat het goed met jou? Gaat het goed met jou? Nou, met Sniff gaat alles goed. Dan moeten we even snoet vinden. Gaat het goed met jou? Gaat het goed met jou? Oh, Sniesje. Ik ben hier lekker aan het editen. Naast mijn broeder. Heel aan de vol. Broeder, hoe is het met Sniff afgelopen? Ja, broer. Sniff, Sniff moesten we achterlaten. Echt kouloos zielig. Ja. Sniff moest ze achterlaten bij de dierenarts en hij moet daar een nachtje slapen. Echt zielig. Maar hij had, dus zielig, hij had een bloem gegeten. Besef, het is 38 graden en hij zit daar nu in een zielig hokje gewoon. Was een airco in het hokje? Ja, was wel lekker. Hé, hey, we hadden het trouwens net over Jade. Hoeveel kost jij per dag? Ik wil ook namelijk views. Best duur hoor. Ja? Ja. Hoeveel? Gun hem even een titel dan. Zeg even, ik ben 1000 euro per dag. Heeft hij een goede titel? Ga je nou samenwerken? Moet je wel 1000 euro afrekenen, hè? Dat sowieso. Oh, het is sowieso 1000 euro per dag. Het gaat ook per seconde, dus hoe langer je niet door blijft praten, duurt maar dat. Doe je dan voor die 1000 euro per dag zeg maar wel gewoon je wangen af? Of laat je gewoon altijd eten erop zitten? Of. Oké. Okay, nice. Mooi. Nou goed, wij moeten nog even door met editen en dan gaan we de slip en slide maken, motherfuckers. Yeah, bro. We zijn weer terug. Wat heb, ja. Wat heb je dit goed gefixt? Wow, wow. Huh? Huh? Die vissen tript ofzo. Nee. Maakt die een backflip? Ja, hè? Zoiets. Dom. Hé, hey, maar eerlijk, dit ziet er wel goed uit. Kijk, wat ik dan tegen Gio zei, ik denk dat je gewoon hier moet rennen en dan in deze moet springen en dan kom je wel ver. Ja, ik denk dat dit best wel goed gaat lukken. Ja, ik denk het ook wel. Lachen, jongens. Wacht, Gio, kun je mij filmen? Ja. Ik ga ook een keer. Ze tollen. Okay, de volgende mannen gaan vissen, deze shirt ook uit te drukken. Komt ie. Oes gaat er vandoor. Ik ben benieuwd, ik heb het zelf nog niet gezien. Hop, hop. Oh, hij komt ver, maat. Oh, jongens, dit is zo kut als er zeep in je oog komt. Echt bizar. Oké, okay, daar komt Vincent. Let's go. Hoppakee, 3, 2, 1, aanloop en... Wow, gast. Jij vliegt echt bijna het water in, geloof ik. Oh, het zeep is wel echt kut, hè? Jij vliegt echt bijna het water in. Oh, hij gaat wel goed, hoor. Ja. Ja, je moet gewoon precies op dat kuiltje landen. Ga je echt tering hard. Zo. Hallo. Ah, hij werkt echt heel goed. Ik ga er weer vandoor en ik ga de auto open doen. En dit wordt waarschijnlijk echt een hel. Oh. Oh, airco op max.
Ramen open. Holy shit, jongens. Het is echt niet normaal warm. Maar goed, ik ga lekker richting huis, want ik ga barbecuen samen met mijn ouders, Ruben, Amber, Ella en ik. Dus het wordt hartstikke gezellig, dus ik ga opschieten, want waarschijnlijk is er ook weer file. Vanuit Rotterdam naar Haarlem is echt helemaal kut. Maar goed, daar gaan we, jongens, daar gaan we. De auto geeft 36 graden aan. 36, holy shit. Ik ben weer thuis en we hebben net heerlijk gebarbecued. En onze grote vriend Willem Mientjes, die wordt straks om 12:23. Het is een beetje donker, maar hij zit daar. Wat een leuk gedoe, hè? Huh? Volgens mij nog een half uur en dan ben je officieel 23. Nou, officieel. 7 uur 's ochtends. Nee, ik weet het. Ah joh, hè? Wat maakt het uit? Nou jongens, zit hier lekker met een kaarsje, met het uitzicht, met alle mooie lampjes. En dit hier. Hallo. Weet je waar me dus opvalt? Ik zit altijd in mijn eentje met een kussen op mijn buik als jij me filmt. Waarom? Weet ik veel. Vind je kussens leuk? Ja. Nou, dat is niet erg. Iedereen ik ben hier ook altijd voor kussens. Ja, maar iedereen vindt andere dingen leuk. Maar goed, nog eventjes wachten en dan is Wimpy jarig. Kijk eens wat leuk, jongens. We hebben een taartje gegeten, ja. Voor onze Wim. Maar hoeveel kaartjes heb je? Moet je er 23 in doen? Nee, 12. Snel, steek ze aan. Ja, lukt niet. Het ding is veel steeds. Oké, okay, boeien. Dit is goed. Nee, wacht, coins? Wat is hij dan? Oh, fuck. We hebben echt kluns, hè? Lang zal die leven. Lang zal die leven. Lang zal... Ah. Oh, nee. Nee. Uitgeblazen. Ja. Oh, nee. Oh, dit is kut. Gefeliciteerd, maatje. Ja, wel leuk, jongens. Die kaars gingen natuurlijk uit door de wind. Daar hadden we niet over nagedacht. Nee, ik blies uit. Oh, je blies uit. Oké. Okay. Heb je wel een wens gedaan, hè? Pop hem weg, Wim. Pop hem weg. Kijk eens. Ja, ik zou hem zo ver mogelijk weg proberen te poppen, Wim. Dit is jouw moment, jongen. Hé! Hey. Jezus! Zo op een auto. Excuus. Hé, hé, hé. Een hele goede morgen. Het is vroeg. Je ziet het aan mijn kop. Je hoort het aan mijn stem. Want... Ella moet werken. En ik ga Ella naar huis brengen. Het is momenteel 8 uur. Het is feest. Ik heb even lekker een koffietje gedronken op de zaak bij mijn pa. En ik ga er nu weer lekker vandoor. Want ik ga naar Lotfi, de kappergap. Ik ga even lekker naar de kapper. En ik heb er echt zin in, want mijn haar nu ook. Ja, het moet gewoon even bijgewerkt worden, jongens. Want dit kan natuurlijk niet. En al helemaal, als mijn nummer straks uitkomt, jongens. Ik moet er helemaal fresh uitzien. Echt leuk. Ik heb een TikTok gemaakt met Gio en Jaren over. Zeg maar dat ik toen uit huis ging. Weet je wel, en daar hebben we een TikTok over gemaakt samen met z'n drietjes. En die is helemaal viraal aan het gaan. Die heeft nu binnen nog geen 15, 16 uur staat hij nu al op 750.000. Dat is echt lijp. Maar goed, het is alleen maar fijn. Dus ik vind het hartstikke leuk. Dus wil je nog een TikTok maken op de sound van Hey Meisje? Doe het. En ik zie het, want ik kijk naar alles. Tijd om naar de kapper te gaan. We gaan weer naar Lotfi, want het is weer te lang. Let's go. Over de grachten rijden blijft echt zo nice altijd. Nou ja, nice, maar ook kut. Zeg maar, dit is kut dat allemaal fietsers voor je zitten dat je niet kan doorrijden. Maar wel nice in de zin van, het is hier mooi. Dat wel. Oh, ik heb zin om naar de kapper te gaan. Ik zat al een tijdje en ik dacht van, ja, het is wel weer tijd. Maar we gaan het doen. We gaan het doen, jongens. We gaan blond. Nee, we gaan niet blond. Ik zat er soms zit ik daarover na te denken. Zou blond mij staan? Ik kan ook een keer gewoon zeggen van, hey, ik ga gewoon blond. Alleen, ik weet niet. Ik vind het te riskant of zo. Maar goed, laat me eventjes in de reacties weten. Zou ik een keer gewoon blond gaan voor een zomer? Ja of nee? Laat maar weten. Hey maat, ik vroeg net aan de mensen. Ja. Hoe leuk zou het zijn als ik nou gewoon een keer blond ga? Wat highlights erbij. Ja, zou dat bij mij staan, denk je, of niet? Subtiel wat highlights doorheen. Zou wel... Ik zit er altijd over na te denken om het gewoon een keer te doen. Ja. Maar ik durf het niet. Ja, ik zou het niet helemaal doen. Nee? Ja, want dan krijg je echt een... Niet zo'n Justin Bieber kapsel. Helemaal echt. Ja, dat zou ik niet doen, maar dan moet je het echt bijhouden. Want dan krijg je echt een uitgooi. Ja. Dan moet je elke 3 weken bijwerken. Ja. We kunnen wel wat highlights doorheen doen. Ja, dat doen we andere keer wel. Ja? Ik vind het wel, het lijkt me wel leuk om een keer te doen. Nou jongens, we zijn bij Lotfi geweest en ik heb gewoon hier voor de deur staan. Want nergens in Amsterdam is plek. Nergens. En deze weg was afgesloten, dus ik sta ook niet in de weg of zo. Dus voor de deur. Wel een beetje asociaal, maar boeien. Boeien. Een gezonde salade. Want vanaf deze maandag ben ik begonnen met weer een beetje gezonder eten. Ik probeer er weer meer op te letten. En ik heb een weegschaal gekocht. Dus die komt straks binnen. En dan kan ik elke dag lekker gaan wegen. En dan kan ik ook een beetje zien hoe goed het met je gaat. Maar, nou, hoe goed het met je gaat. Je kan op die app ook zien hoeveel lichaamsvet je hebt. Hoeveel water er in je lichaam zit, dat soort dingen allemaal. Het is echt zo'n hele goeie.
Maar dat is gewoon leuk, aangezien Ruben ook sport en Willem ook en zo. Kan je het een beetje bijhouden of je echt een beetje vooruit gaat. Dus dat is wel heel erg leuk. Saladetje opeten. En dan gaan we richting Zandpoort, want we gaan padellen. Leuk dat jullie kijken naar koken met Vincent en Ella. Vandaag gaan wij muffins bakken met z'n tweetjes. En het gaat tot nu toe hartstikke goed. Behalve dan dat dit net water is, maar goed. Ja, we hebben er te veel water in gegooid en we hadden geen staafmixer, zo'n ding dat dit allemaal gaat mixen. Dus we moesten eerst de boter smelten. Maar we komen er wel en uiteindelijk wordt het dit. Dus ik ben benieuwd. Wat opeens wel, dan wel opeens, wat opeens. Ik zit maar de hele af te zeggen, ik doe niks goed. En dan pak ik de camera en gaat opeens, oh schatje, wat doe je dit goed. Ja, wat doe je dit toch fantastisch. Zie je, dus hier maar dat elke vlogger nep is. Ik zit gisteren nog heel leuk te vertellen. Ja, ik ben vanaf maandag begonnen met gezond eten en ik heb een weegschaal gekocht. Ja, maar het is al donderdag. Oké. Donderdag is wel onze uitgaansdag. Maar vorige week, zoals jullie zagen in de vlog, was het bijna elke dag een uitgaansdag. Maar dit is, ja, het is niet heel gezond, nee. Maar dit ja, maar kijk, als je ze niet alle 12 opeet. Nee, ik wil ook wij hebben dit gemaakt voor de andere mensen in het appartement om nee, goede buren te zijn. En dat zeg ik. Om goede buren te zijn en een connectie te houden met onze medemensen. En we gaan ze ook wegbrengen. Op straat gaan we ze uitdelen. Aan katten. Nee, die gaan eraan dood. Oh. Ja, laten we dat maar niet doen. Zo, ze zijn echt tering groot. Ze zijn een beetje. Maar ze zijn nog niet klaar, toch? Nee. Ze moeten wel nog een beetje bruiner worden. Ze zijn nu nog een beetje bleekscheetjes. Doe maar dicht. Doe maar dicht. Nog even wachten. Dames en heren, jongens en meisjes. Het was een korte vlog. Excuses daarvoor. Maar vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.